En hallo iedereen, welkom terug bij Let's Play Skyrim. Ik ben de gast hier, Jordi. Dit is de 1-na-1-na laatste episode van dit konijnoortjes seizoen van Skyrim. En allereerst ga ik even kijken wat dit hier was, want dat interesseerde mij vorige episode namelijk wel. En het is helemaal niks. Oké, what the fucking do? Dan kunnen we nu direct weg, want deze episode wil ik namelijk verder gaan met de main quest, aangezien we eigenlijk nu alles een beetje zo wat hebben gehad. En ik graag naar de main quest wil gaan, omdat we daar ook nog eens een keertje het laatste Dragon's Priest masker kunnen verzamelen. De Dark Bullet Forever, die kunnen we niet doen. No Stone Unturned, die gaan we volgend seizoen doen. En al deze dingen gaan we ook volgend seizoen doen. De meeste hiervan zijn trouwens nog eens een keertje gebukt ook. Dus we gaan naar Riverwood toe. En we gaan daar beginnen met de main story, die we eigenlijk al 100 episodes, 97 op dit moment, uitstellen. Althans, dit is de 98ste episode en ja, dus de 97 episodes stellen we het uit. Oké, we stellen het al 97 episodes uit. Oké, me no care. We hebben al een paar questions ervan gedaan, dus als het goed is hoeven we niet alles nog te doen. Oké, laat me dat plan zien. Waarom heb je nog steeds leren armor aan? What the fuck, waarom heb je nog steeds leren... Ze heeft nog steeds leren armor aan, kom op, zeg er wat van. Nee, dat niet. Ze heeft leren armor aan, dat staat toch helemaal nergens op? Ik bedoel, kom op. Die is van mij, dankjewel. Niet dat ik het nodig heb, want ik heb echt iets van... 46.000 goudstukken. Dat is best wel veel. Maar hey, het boeit me ook echt geen ene flikker. Oh, dat weet ik ook wel. Didn't take long. Jawel. 97 episodes. So what's your plan? How do I infiltrate the Thalmor embassy? The Thalmor ambassador, Elenwen, regularly throws parties where the rich and connected cozy up to the Thalmor. I can get you into one of those parties. Once you're inside the embassy, you can get away and find Elenwen's secret files. I have a contact inside the embassy. He's not up for this kind of high-risk mission, but he can help you. His name is Malborn. Wood Elf. Plenty of reason to hate the Thalmor. You can trust him. Okay. I'll get word for him to meet you in Solitude at the Winking Skeever. You know it? While you're doing that, I'll work on getting you an invitation to Elenwen's little party. Okay. Meet me at the Solitude Stables after you've arranged things with Malborn. Any questions? Nee. Bye-bye. Dus, dit is best wel een leuke quest, aangezien we hier ook nog eens een keertje No Stone Unturned, die quest die we open hebben staan, ook nog eens een keertje kunnen doen hier zo. Aangezien er ook nog eens een keertje een Strange Gem daar ligt. Ik weet even niet meer hoe die dingen heten. Volgens mij is het Strange Gem hoe het heet. In ieder geval, zo'n diamantgeval kunnen we dus vinden in die Thalmor Embassy. En als het goed is, kan je die maar één keer halen. En daarna niet meer. Dus we moeten echt even goed opletten, want anders komen we nooit meer in de Thalmor Embassy. Ik weet wel dat het mogelijk is om er doorheen te kunnen glitchen, maar eigenlijk heb ik dat liever niet. Malborn, Amut, your friend sent me. You're who she picked? I hope she knows what she's doing. What the fuck, man? Here's the deal. I can smuggle some equipment into the embassy for you. Okay. Don't plan on bringing anything else in with you. The Thalmor takes security very seriously. Okay. Give me what you can't live without, and I'll make sure to get it into the embassy. The rest is up to you. Okay. I'm ready. Here's what I need. Okay. Ik heb het volgende nodig. Bianca. 12 dwarven bots. Moet genoeg zijn. Mijn Ebony Warrex. Mace. En dat was het eigenlijk wel. We hebben nog even wat armor. Deze. En deze. En voor de rest heb ik het allemaal niet nodig. Ik heb maar 1, 2, 3, 4, 5 maskers bij me. Heb ik de rest verstopt? Volgens mij wel. Volgens mij heb ik de rest ergens anders verstopt. Oké, doei. Ik ben als goed als ook naakt. Ik ben naakt. Even rags would be preferable to your current wardrobe. Hey! Your job is to get into the party. Waarom doe je nou zo? Ik bedoel, ik heb net al mijn armen gegeven aan die dude. Ik kan er niks aan doen. Fingered as a spy. Hihi, hij zei fingered. Haha! Ik vind het grappig. Vind ik grappig. We moeten deze quest ook nog doen. Van dat skeletje wat je net in beeld zag. Daar hebben we ook nog een quest voor om te doen. Maar ja, boeien. Fuck die shit. Even kijken of mensen nog wat te zeggen hebben over mijn uiterlijk. Oh, hello, Mede Khajiit.
Hello. This one needs something? What will you give me for these? I've got coin and I've got merchandise. Let's see what we can do. Ik wil graag die orkjes erover verkopen. En ik wil graag... Kijk, ik heb zoveel... Oh, dat valt ook wel mee. Ik dacht echt dat ik fucking veel potions had. Ja, verkoop deze maar. Verkopen. Ik weet niet of ik dat ook nog eens een keertje nodig heb. Denk het niet. Die kan ik niet verkopen als... Oh, die kan ik wel verkopen. Ik ga die toch niet verkopen, want ik ben bang dat ik deze nodig ga hebben. Ik ben echt bang dat ik die nodig ga hebben straks. Dus die hou ik wel even bij me. En corundum ingot kunnen we verkopen. Diamanten kunnen we verkopen. Oh, hij heeft best wel veel goud zo te zien. Tering. Verkoop al die shit maar die we hebben aan hem. Jemig. Ga makkelijk zo. Even lekker makkelijk geld verdienen bij deze. Oh, nu niet meer. Oh, man. Oh, man. Nou, oké. Dat was het dus. Maar wel lekker makkelijk geld. Oh, wacht. Ik zag nog even wat. Wacht, ik zag nog even wat ik eigenlijk graag zou weg zou willen bij uit mijn inventaris. Oh, nee. Volgens mij deze. Volgens mij wil ik die weg hebben. En doe deze ook maar. Oké, that's it. Oké, doei. We hebben weer even 4000 goudstukken bij. Als het goed is heb ik nu 50.000. 50k, precies. Bijna 51k. Tering, man. Ik heb echt veel te veel geld. Ik heb echt veel te veel geld. En ik geef niks uit, want ik ben krenterig. Dat is echt heel kut. Ik spaar altijd enorm in deze soort spellen. Oh, hallo, Delphine. Tijd voor een quick save, want straks valt hij uit. Yes, Melbourne's all set. I have your invitation to the party. Oké. Okay. Dus ik moet kleding hebben. Fijn, die komt echt op het juiste moment. Oké, okay, ik heb mijn kleding aan. Delphine. Ik heb zojuist al mijn wapens aan iemand anders gegeven. We gaan deze draak echt niet kunnen uitschakelen nu. Kom op, praat met me. Ah, fijn. Die draak gaat mensen aanvallen. Ik kan hier echt niet tegen. Ik ga hierin. En ik ga eventjes 1 uurtje wachten, want ik dit... Ah. Hoppatee. Misschien is die draak dan weg over 1 uurtje. Dit is een beetje kut zo, want ik heb geen wapens meer. Fijn. Ik heb echt helemaal niks meer. Ik heb de Staff of Heaven of Rock. Ah, we gaan het wel gaan proberen. Dit is echt bout, man. Waarom moet jij nou... Oh, ik kan nu ook gewoon wachten. Wacht, als ik nu even 4 uurtjes wacht, misschien is die draak dan weg. Laten we het hopen. Oh, nee, daar is hij weer. Oh, man. Dit is scheidirritant. Nee, niet help. Praat met me. Kreng. Delphine, je bent echt een fucking hoer. Echt. Nee, no. Do not get this over the bit. Hij loopt rondjes te vliegen. Dan val je hem toch niet aan. Daar is hij. Oké. Okay. Wauw, dit doet veel damage. Wauw, ik ga echt totaal niet dood nu. Dit is gewoon bullshit. Dit is gewoon echt bullshit. Ik zweer het. Dit is gewoon echt grootste bullshit ever. Misschien dat ik hier weg kan. Ja, fast travel naar Morfall. En als ik dat straks misschien fast travel dan heel misschien is die draak weg, hopelijk. Dit is gewoon echt bullshit zo. Nou, laten we hopen dat die draak weg is. Oké, mooi. Die is... Oké, nee, hij is er nog steeds. Oh my god, fucking draak. Ik kan hem niet verslaan. Ik heb zojuist al mijn fucking shit aan iemand anders gegeven. Oh, dit is zo hatelijk. Au. Oh, ik heb niks anders. Ah. Oké, okay, leuk, leuk. Ik heb niks anders dan dit. Ik kan niks doen.
Oké, wacht even. Quick save. Misschien dat ik... Ja, misschien dat ik... Oké, hij kan me alsnog raken als ik hieronder zit waarschijnlijk. Kom naar beneden, draak. Kom hierheen. Zeg maar... kom gewoon... Land hier of zo. Man. Zeg om te janken dit. Land of zo. Nee, blijf daar maar hangen. Fijn. Ja, en zo ga je dus dood. Ik heb geen armor. Ik heb geen ene flikker. Ik kan hier niet... Oh, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Godverde kutpaarden. Dit lukt toch niet? Ik wacht net zo lang dat hij ver genoeg weg... Ik loop gewoon weg. Flikker op, ik loop gewoon weg. Serieus. Ik loop gewoon echt weg. Ik heb er genoeg van gehad. Totdat ik kan waden. Als ik kan waden, dan weet ik dat er geen vijanden er vlakbij zijn. En dan kan ik ook fast travel ergens anders naartoe. En ik zie wel wat er gebeurt. Oh, nu is deze enemy vlakbij. Fijn. Kom hier, Krang. Oh, oké. Die draak heeft me gevolgd. Ik kom hier dus niet meer weg. Ik kom hier dus gewoon niet meer weg. Dat is eigenlijk wat er nu gewoon gaande is. Ik kom hier gewoon niet meer weg. Oké. Die had ik nog staan. Mooi. Dit zuigt echt. Dit zuigt echt de grootste ballen ever. Die draak verneukt gewoon even de main quest voor me. Omdat ik zojuist al mijn fucking wapens en al mijn fucking armor aan die gozer heb gegeven. Dus ik kan die draak niet verslaan. Als die draak er weer is en ik kan met Delphine praten, dan ga ik proberen hem zo makkelijk, zo snel mogelijk te skippen. Oké, het lukt niet. Het lukt niet. Fijn. Dit is... Het is gewoon echt onmogelijk dit. What the fuck is dit? Dit is zo fucking hatelijk. Kom hier, kutdraak. Nee, heb ik niet echt zo... Heb ik niet een fucking... Otar, increased resistance... increased resistance... Stamina, sneaking... Ja, dit zijn echt allemaal boutmaskers. Ja, ik kan eigenlijk ook wel een hand gebruiken, want... Ik kan die draak gewoon helemaal niet verslaan vanaf hier. You don't have enough magicka. No shit, Sherlock. Dit is echt de grootste bullshit ever. Oké, hij komt weer landen. Oké. Ik neem gewoon een fucking magicka potion in. En nog een magicka potion. Oh, fijn. Natuurlijk mis je hem. Dit helpt ook echt. Verdomme. Nog niet eens 1/4 van zijn fucking hitpoints zijn weg. Het zou fijn zijn als iemand niet al mijn armor had. Natuurlijk, nu gaat hij al die guards daar aanvallen. Fijn. Oké, weet je misschien dat ik weer een potion kan gebruiken? Heb ik hem? Ik had hem niet. Fijn. Ik miste hem weer. Guards, doe wat, verdomme. Serieus. Oh, is Delphine nu... Delphine is volgens mij weer terug naar de plek gegaan. Of niet? Nope. Denk het niet. Kuthoer. En die draak die vliegt nog verder weg nu. Die vliegt nu echt nog verder weg. Fijn. Kijk, draak een kind. Eet het fucking kind op hier zo. Ik heb een scheidhekel aan die kinderen in Skyrim. Sterf. Ik heb hem 1 keer geraakt. Mooi.
Twee keer nu. Wow, woe. De draak vliegt door de rots heen. Wauw. Zagen jullie dat? Hij vloog zojuist door die rots heen daar zo. En nu duikt hij. Oh nee, toch niet. Hij loopt op iemand te aan te vallen daar zo. Maar ik weet niet wie. What the fuck? Ultimate Magica. Bam. 1. 2. 3. Die derde was geen hit. Fijn. En de draak vliegt weer door de rots heen. What the fucking do? Heb ik geen betere spreuk of zo? Firebolt. Nope. Dit is zo motherfucking fijn. Oké, hij gaat weer landen. Doe maar even Ultimate Magica Potion. En dat is het voor de rest. Oké, ook nog Vigorous. Ook nog Vigorous. Die komt zo. Die komt zo. Raak hem alsjeblieft. Ah, die derde raakt hem nooit. Ik moet echt stoppen met 3 tegelijkertijd doen. Of 3 en dan achter elkaar. Want op een of andere manier doet het dat niet. Maar op wie loopt die idee te fixeren dan? Want hij fixeert hier ergens op een gozer die hier ergens zit. Maar ik... Ik snap niet wat hij loopt te doen nu. Oké, ik heb hem nu echt een paar keer goed geraakt, denk ik. Misschien dat hij nu valt. Oh, hij zit nu vast in de rotsen. Ah, daar komt hij weer. Misschien dat hij nu naar beneden toe stort of zo. Dat zou fijn zijn. Ja, hè. Quick save. Nu is het tijd voor een quick save, want nu kan ik hem aanvallen. Fijn. Oké, Red Eagle's been en... Ik denk Nettlebane. Ik denk dat dat een beter ding is. Ja. Oké, let's go. Kom op. Kom op, pak die fucking draak. Pak hem. Pak hem voordat je dood bent. En ik ben dood. Dat ging snel. Eens even kijken. Red Eagle's been, Nettlebane. En ik ben weer dood. Wauw, dat gaat makkelijk zo. Ah, ik kan even wat armor opdoen. Wacht even. Armor 50. Oké, mooi. We hebben in ieder geval een armor aan. Armor rating, dus dat is mooi. Red Eagle's been, Nettlebane. Loop ik naar hem toe. Gebruik ik deze shout, waardoor ik sneller kan aanvallen. En here we go. Oké, heel veel snel healen. Snel healen, heel belangrijk dat ik nu doe. En nog een keer aanvallen. Kom op. Ah, hij is dood. Fijn. Godallemachtig. Dit was echt de meest verschrikkelijkste draak ooit. Oh my fucking god. Echt om te janken dit. Dress like that. Oh, fijn. Oké. Alsjeblieft. La 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 la. I'm ready. Let's go. Just make sure you get back out of there alive with the information you need. Good luck. Dit was echt bullshit. Dit was echt bullshit gewoon. Man. Ik heb ze aangekomen op de party. Hallo, Razelan. Dat moet je ook maar doen. Hallo, ik wil graag naar binnen. Here you go. Dankjewel, ik moet tijd inhalen van daarnet. Dus ik skip het een beetje. Die red card waar ik daarnet mee praatte, die was ook nog aan het doorpraten. Welkom. Ik denk niet dat we hebben ontmoet. I am Elenwyn, the Thalmor ambassador to Skyrim. Oké, interessant. My name is Shadow Jeet. Ah, yes. Shadow Jeet. Name from the guest list. Please, tell me more about yourself. What is it, Malborn? Oh, what? It's just that we've run out of the Alto wine. Do I have your permission to uncork the... Of course. I've told you before not to bother me with such trifles. Well, I'm not yes, sure that it's news. Ambassador. My apologies. We'll have to get better acquainted later. Please, enjoy yourself. Okay, now, hey, Melbourne. What do you need? I'd like a drink. Is there anything else I can get for you? I'd like a drink. I seem to have run out of Colobian brandy. I'll check in the wine cellar for more when I get a moment. Okay, ik heb nu dus 1 drankje. En als het goed is, staat hier nogal alcoholistisch personen. Volgens mij was ik daar net mee aan het praten, of niet? What is that fellow to do? Ja. Ah, pardon me, friend. I didn't see you standing there. Allow me to introduce myself. Rosalon, imports and exports by trade.
observer of human nature by avocation. Here, I bought you a drink. Ah, the one generous soul amongst a gathering of pinch pennies and lick spittles. If there's anything I can ever do for you, do not hesitate to call upon me. Actually, there's something you could do for me. Wonderful. I can begin to repay your generosity immediately. Say on, friend. I need you to cause a scene. Is that all, my friend? Okay, mooi. Dus het gehele idee is dat hij eigenlijk geen drank kreeg omdat hij altijd heel erg overreacted op drank. Hey, you're all. En daarom hebben wij nu drank gegeven zodat hij dat gaat doen. En heeft die mensen nu... Lopen dan. Hij heeft de mensen nu afgeleid, kunnen wij weglopen. Hoppatee, die deur sloot echt zonder animatie, maar dat maakt niet uit. So far so good. Let's hope nobody saw us slip out. We need to pass through the kitchen. Your gear is hidden in the larder. Okay. Stay close and let me do any talking. Got it? Follow me. Okay, quick save voor het geval dat, hè. Je weet maar, Skyrim. Oh, hallo. A guest feeling ill. Leave the poor wretch. Ik ben ook Khajiit. A guest in the kitchens? Hallo, ik ben ook Khajiit. You know this is against the rules. Rules, is it, Savani? I didn't realize that eating moon sugar was permitted. Perhaps I should ask the ambassador. Get out of here. I saw nothing. Your gear is in that chest. I'll lock the door behind you. Don't screw this up. Okay, geef me mijn gear. Eindelijk weer mijn shit. Mooi. Hoppatee. Even kijken. Ik zal als eerste instantie mijn Ebony War Axe pakken. En in tweede instantie zal ik eventjes dit aandoen. Party clothes kan ik niet droppen helaas. Dat is irritant. Maar dat maakt niet uit. Oké, let's go. Doe de deur maar dicht. Ik weet genoeg. Did you see those robes? You're on your own this morning. Who are they with? More of the emissaries' treaty enforcers. Haha, ik heb hem dicht gedaan. No, they're high mages, just in from Alinor. I guess myself is finally getting worried about all the dragons. Oké, dus ik weet niet waar die gem ligt, dus ik moet echt heel erg goed zoeken naar waar die gem ligt. Hier heb je trouwens hoeded Talmor robes en gloves. Dit is voor een betere destruction. Might give us enough time to kill it. Dus wat ik nu even ga doen is, als het goed is, deze mensen vermoorden met Bianca. Want ik kan ze geruisloos vermoorden met Bianca. Always looking down their noses at us lowly foot sloggers. Well, we'd better get back to our round. Oh shit. Het is me nooit gelukt om onopgemerkt te blijven. What the fuck, die Talmor Wizard kon ik niet in één klap uitschakelen. What the fuck, hoeveel armor rating heeft hij wel niet dan? Tering. Dat was sick, ik kon hem niet in één klap uitschakelen gewoon. Damn, hij zal wel fucking veel armor hebben. Of ik ben gewoon super slecht nu. God. Raak hem alsjeblieft even. Man, dit is aardig irritant zo. Oké, iedereen is dood. Niks aan de hand. 1 uurtje wachten en heb ik al mijn hitpoints weer. Heb ik mijn armor überhaupt wel aangedaan? Oké, dat heb ik wel aangedaan. Oké, heel erg irritant, maar... Op een of andere manier kon ik hem niet in één klap uitschakelen, waar ik best wel van sta te kijken. Garnet, lalalala. Hebben ze nog? Nee, geen dagger bij hem. Fuck my life. Oké, dus ik moet even gaan zoeken naar die fucking gem, want die moet hier ergens liggen. En ik weet niet waar die is precies. Oftewel, dat wordt gewoon zoeken. Dat wordt gewoon zoeken. En anders, als we hem niet kunnen vinden, dan moeten we helaas er doorheen gaan glitchen binnenkort. Maar even meer, dat lijkt mijn muis een beetje raar. Zie je dat? Af en toe loopt hij een beetje raar te doen, mijn muis. Terwijl die wel heel smooth is. Dat gaat naar Skyrim toe, oké. Dus daar moeten we eigenlijk niet heen. Daar ook niet naartoe.
Misschien is het hier. Nee, is het hier niet? Ik zie wel een Lesser Soul Gem. Met een boek. Maar niet wat ik wil hebben. Oeh, nog meer Soul Gems. Dat is waarschijnlijk van die wizard die hier net rondliep. Oké. Hier liggen dus niet. Quick save, voor het geval dat Skyrim uitvalt. Wat is dit eigenlijk? Ah, oh, dat kan ik niet eens oppakken. Oké. Ik dacht misschien is dat voor alchemy of zo. Dat doe ik echt nooit in de Elder Scrolls games. Echt nooit. Alchemy vind ik echt zo'n... Ja, ik weet niet. Nutteloze skill. Dus nee, dat hoef ik niet te hebben. Op een of andere manier voelt hij echt heel erg laggy aan. Huh. Oké, apart. Misschien komt het door mijn nieuwe mousemat. Muismat. Niet mousemat. Muismat, het kan allemaal. Oké, dus... Ik ben nu alweer gespot. Ja, je wordt volgens mij sowieso gespot. Dus dat... I don't give a fuck, really. Ik heb die Fang nog steeds trouwens. Cosine's Fang. What the fuck? Kon ik die naar binnen toe smokkelen of zo? Laten we dan eerst even al deze gozers hier uitschakelen. Dat lijkt me zo verstandig om dat te doen. Oké, dat is één. Moet ik even kijken waar dan... Hier staan er nog twee. Zie ik. Nee. Oh, wauw. Die gozer heeft veel damage aangedaan. En ik heb maar één potion. Oh, scheisse. Op een of andere manier ben ik super zwak in dit gebied. En ik weet niet waarom. Ik ben echt super zwak in dit gebied. Zie dat, je wordt automatisch detected. Dat is echt heel irritant. Ik ben echt super zwak in dit gebied. Gewoon niet leuk meer. Waarom kan ik Cosine's Fang niet droppen? Is dat een, volgens mij is dat een quest item dus. Sterf jij. Iemand loopt mijn carrot af te maken. Volgens mij is die wizard dat. Die wizard is heel erg irritant volgens mij. Ja, die wizard doet de meeste damage hier zo. Want hij is ook super sterk zo te zien. Op een of andere manier zijn die wizard super sterk. Ik snap ook niet hoe dat kan. Kom hier wizard. Loop niet dertig van me weg, kring. Oké. Ik denk dat het gewoon verstandig is om gewoon maar door te lopen. Op een of andere manier lukt dit me niet meer. Oh, ik drukte op de verkeerde knop. Oeps. Oepsie daisy. Ik moet die ander hebben. Om de een of andere reden zijn ze super, super sterk. Alsof ik geen armor aan heb of zo. Of... Ik heb dat toch? Ja, ik heb gewoon armor aan. Dus wat is er mis? Ik heb nog maar twee bots. En deze kan ik niet droppen. Nee, dat is een quest item. Ik snap ook niet hoe ik aan dat quest item kom. Kan ik niet invisible worden? Volgens mij heb ik illusion, toch? Ik heb die spreuk nooit opgehaald. Fuck. Dat is kut. Want ze gaan me sowieso... Op een even manier als ik hier loop... Spot die gozer me daar in de verte sowieso. Zie je dat? Hoe hoog je sneaking ook is, hij spot je gewoon. Dus ik loop gewoon direct hier naartoe. Fuck die shit. Ik zie wel wie me ontdekt en wie niet. Fuck jou, bitch. Ik laat niemand leven hier. Sterf! Flikker op met je magie. Echt. Irritant zeg. Oké. Okay. Dus... Ik moet nog steeds die steen vinden. En de game wil dat ik hier naartoe ga. Of niet? Moet ik die... Nee, hè? Huh? Nee, de game wil helemaal niet dat ik hier naartoe ga. Wat de fuck zit hier? Het is de dungeon. En ik heb geen lockpick bij me. What the fuck, waarom heb ik geen lockpick bij me? Dat is zo fucking stom. Ik had die makkelijk kunnen lockpicken. Of picklocken. Of... Picklocken. Nee, ik weet het niet. Lockpick, picklocken. Heeft iemand hier een lockpick bij zich? Of de sleutel ernaartoe kan ook. Dat zou ook wel fijn zijn. Nee, hè? Jammer genoeg niet. Ik zoek nog steeds... Oh, potion of health. Ja, die wil ik graag hebben. Ik zie nog steeds geen gem liggen. Waarschijnlijk ben ik hem ook overgeslagen, wat ik aardig irritant vind van mezelf. Maar oké. Okay. Ik verwacht niet dat hier trouwens nog vijanden zitten. Goud... Rough paper.
Daar kom ik vandaan. Dit lijkt me een kamer waar ik hem zou verstoppen. Maar ik zie hem niet. Ja, ik denk dat ik hem al heb overgeslagen. Fuck, man. Fucking hell. Dat vind ik echt bout dat ik hem heb overgeslagen. Ja, dat zal denk ik dan wel. Jammer. Investigation chamber, la 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 la, allemaal meenemen. Komt er nu waarschijnlijk iets van, hey, je moet dit nu doen, of niet? Nee, komt dat er niet? Oké, dan niet. Fuck dat dan. Shit, dan moeten we hem alsnog binnenkort even halen. Kijk, er loopt nu één gozer beneden. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? Heel simpel, we kunnen hier overheen springen. Oké. Normaal kan je hier overheen springen. Normale mensen kunnen dat, ik niet. Helaas, ik snap hem ook niet. En... boeit me ook eigenlijk helemaal niet of je me ziet of niet. Maak je toch wel dood. Daar komt het op neer. Maak je toch wel dood. En jou kan ik vrijlaten. Er zit hier iemand in. Alsjeblieft. I told you. I don't know anything else about it. I'm not here to torture you. What? Who? What? What do you want then? No time to explain. Let's get out of here. Sure. Come on. This way. I've seen the guards use it to get rid of bodies. It must lead somewhere. Okay, let's go. Ik check dit nog eventjes. Hoppatee. Got it. Let's go. Ja, je kan gewoon normaal lopen. Er zijn geen guards hier zo. Nog niet in ieder geval. Nog niet. Wat heeft hij eigenlijk op zich? Oh, dat heb ik al gecheckt. We hebben een sleutel daarvoor nodig en ik heb hem niet. I saw guards dragging bodies over here. Might be a way out. Let's get out of here. We hebben een sleutel nodig. En ik zou eens vertellen, ik heb geen sleutel. En op een of andere manier is mijn quest gebukt. Of niet? Volgens mij is mijn quest gebukt. Ik zweer. Zal ik even die boeken lezen? Misschien dat ze dat willen dat ik doe. Die hoef ik niet te hebben. Oké, la 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 la. Als jij het wil lezen, zet hem dan een pauze. Jullie kennen het. Ashburn. Oké, mooi. Nu moeten we ontsnappen. Fijn, nu moet ik weer terug naar beneden toe. Escape, let's do that. Woehoe, yay. Oh nee, hij zit op slot. Oh nee, wie zijn dat? Hallo. Sukkels. Nou, dat was ja, leuk. Ja, oké, we're done. Heel irritant dat ik die fucking ding niet heb. Die gemstone. Waarschijnlijk lag die buiten toen ik allemaal werd aangevallen, zeg maar, in een ander huisje. Want volgens mij zijn er meerdere huisjes, zeg maar, daar buiten. En volgens mij heb ik hem dan in overgeslagen. Wat best wel kut is. Trouwens, hier zit een troll. Die me zojuist al heeft gespot, dus eigenlijk moet het nog vrij weinig om te vertellen dat hier een troll zit. Maar dat moet totaal geen probleem zijn, die troll. Die hebben we zo uitgeschakeld, zoals je kan zien. Hey, unusual gem. Oké. Ligt die unusual gem hier zo als je bent vergeten om die andere op te halen of zo? Is dat gepatcht? Dat zou heel goed kunnen, want ik weet dat het zo is dat vroeger was het dus zo dat je die gem niet meer op kon halen als je hier eenmaal uit was. En nu zie ik een gem daar liggen, dus misschien dat ze hem hebben verplaatst naar daar zo, zodat je hem altijd nog terug kan pakken. Want je kan altijd nog terug naar deze grot. Maar oké, ik moet nu met Delphine praten. Ik zal even kijken wat er met jou is. Geen probleem, wegwezen. Geen idee waar Melbourne is, maar die is weg. Oké, dus, ik beëindig hier deze episode. Dus vond deze video leuk, dan een groen duimpje. Wil je me zien de volgende keer? En de volgende keer verder van vorige keer waar we gebleven. Vorige keer waar we hier gebleven. In ieder geval tot dan en houdoe, bitches.